Beste mensen, ik hoop tenminste dat iedereen wakker is. Nu we 20 kilometer buiten bestemming zijn. Beste sportvrienden en met name de selectiespelers waarvoor dit verhaal bedoeld is. Na het teambuildingsuitje van vrijdag 11 oktober was het goed om het teambuildingsproces te verstevigen. Nu de eerste periode haast ten einde loopt, staat RKVV helaas in de onderste regionen. Wil RKVV toch nog in aanmerking komen voor handhaving in de hoofdklasse, dan zullen jullie toch de goede weg moeten inslaan voor betere resultaten. Willen wij onze doelstelling kunnen en willen bereiken, dan zal er hard gewerkt en geknokt moeten worden om onze doelstelling te gaan halen. Juist nu wij in de gevarenzone verkeren, zullen jullie vanaf nu punten moeten gaan pakken om uit de gevarenzone te komen. Week in, week uit. Hamert de trainer op jullie speelwijze. Wil RKVV zich willen handhaven in de hoofdklasse, dan zullen jullie beste beentje voor moeten zetten. Want successen komen niet vanzelf. Het teamverband buiten het veld is goed. Zowel voor en na de wedstrijd. Maar helaas ontbreekt het teamverband op enkele punten op het voetbalveld tijdens het voetballen. Willen wij ons handhaven, dan zou er vanaf de start vanmiddag een goed voetballende team van onze kant op het veld moeten staan. Het team met veel inzet, strijd, beleving en bovenal discipline, motivatie en concentratie, ook voor de wedstrijd. Ooit bestond er een wereldhit van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Hopelijk kunnen jullie de dromen van RKVV waarmaken, zodat de dromen geen bedrog zullen zijn. Op de aanvoerdersband van RKVV staat: wij zijn RKVV. Op het veld moet jullie ook laten zien dat wij RKVV zijn. Het team met strijd, inzet, etc. uitstraalt. Ik hoop dat met dit verhaal de bellen bij jullie gaan rinkelen. Jongens, als laatste wens ik jullie namens de trainers en begeleiding heel veel succes om ons jullie doelstelling te gaan halen, zodat RKAVV nooit verloren zal gaan. Dames en heren, we zijn in het alom geprezen VV Goes. Jongens, Bassie zou zeggen, allemaal magisch, wat een eind was dit zeg. Geloof ik anderhalf uur in de auto gezeten, ik ben er gewoon een beetje schoor van. Voor de vaste kijkers die eigenlijk normaal altijd voor Rossi kijken, helaas, jullie kunnen uitschakelen, Rossi is er vandaag niet. Ik ga het helemaal in mijn eentje doen, dus het wordt waarschijnlijk ook nooit zo grappig als Rossi erbij is. Twee minpunten, want het is echt zo ver rijden, het is echt niet normaal. We gaan lekker een wedstrijdje kijken. Kom mee. Dames en heren, hier komen de spelers en de leiding. Geef ze een hartelijk applaus. Thank you.
spullen van de RKAVV. Gefeliciteerd met de overwinning. En hey, jongens, van goed. Volgende week gaan we het weer proberen. En het is rust, dames en heren. Het staat 1-1. En we zijn even een kijkje in de kleedkamer aan het nemen, zoals we het altijd doen. Nou, ik kan jullie vertellen, jongens, het is echt een oude bende hier, klein, en het is echt... Maar er wordt niet veel. Even de douche kijken. Ja, nou, het is dat ze allemaal wat kleiner zijn dan wat ik, man. Dus, hier kan je niet met z'n drieën in. Nee, kom maar aan de tweede helft. En we zijn niet helemaal voor niks naar Goes gereden. 2-1 winst, mooie overwinning. Puntjes zijn binnen, gaan mee naar Leidschendam. Ja, dan moeten we nog een clubtestje gaan doen. Eindoordeel. Waar zal ik eens gaan beginnen? Want echt waar. Ik zit echt even te denken van, kunnen de clubs ook in de minpunten eindigen? Want dit was echt, jongens. Je rijdt er anderhalf uur voor. Nou, daar hebben ze al 2 minpunten voor gekregen. Dan is de entree. Nou, ik zeg tegen die mevrouw, ik heb anderhalf uur in de auto gezeten. Ik mocht wel gratis naar binnen. Niks daarvan. En dan komt er op de slok op de borrel. Rekenen ze ook nog eens eventjes 6 euro'tjes voor binnenkomst. Nou, echt waar. Bij de entree krijgen ze echt een 3 van mij. En die staat hier. En die 2 minpunten gaan er ook al af. Dus ze hebben nu nog pas 1 puntje. 1 schamel puntje. Die staat hier genoteerd. Dan kom je hier bij de accommodatie. Nou ja, dan hebben ze een hoofdveld. Dat ligt zeg maar los van de kantine. Ja, prima veldje verder, daar gaat het niet om. Maar, hallo, hoor je me dan ook wel zo, als je zo zit te draaien? Ja? Oké, top. Nou, dat prima veldje verder, maar ook de accommodatie, ook de kaars, ook gewoon maar een 4 voor, want ik vind het helemaal niks hier. Kleedkamertjes, oud, klein, helemaal niks. Een 4, ook daar. Entourage hebben we dan nog. Nou, de entourage... Tja, het was wel een redelijk fanatiek publiek. Ze waren lekker aan het meeleven. Dus dan wil ik ook nog wel zo eerlijk zijn om daar gewoon een 6 voor te geven. Dus daar krijgen ze een 6 voor. En dan als laatste de keukenkantine. Kijk eens wat ik heb gekregen van die mevrouw achter de bar. Een lekkere Desperado. Mag er wel 3 euro voor neertellen, dus het is ook niet niks. Biertje kost 1,60. Was wel oké biertje. Maar ja, voor 1,60 is eigenlijk gewoon te duur. Dus voor het bier krijgen ze dan gewoon een 5-ie. Dan hebben ze wel een broodje bal geprobeerd. Dat schijnt wel aardig geweest te zijn. Dus dat was een 6. Dus gezamenlijk komt dat op een 5,5. Mag het niet verbazen dat VV Goes denk ik een beetje onderaan het lijstje zal staan. Gaat niet best worden. Volgende week spelen we niet. Volgens mij. Thuis tegen Boshuizen. Thuis tegen Boshuizen. Zien we jullie allemaal weer bij de Kastelenring. En dan over 2 weken. Dan gaan we naar de dijk. Gaan we naar de dijk. Volgens mij is dat ook weer een eindrijden. Amsterdam. Ik word er zo moe van. Tot over 2 weken. Mark naar Aal, hé. Op de markt, hé. Ja, we hebben een speaker aan de rechterkant. Kijk eens, die loopt mee te kijken. Even, we gaan even praten. Nou, Wes. Gefeliciteerd, ja, maar de punten moeten van ver komen dit keer. Dat is niet normaal. Ja, we hebben er hard voor gestreden. En, een doelpuntje voor mezelf, moet niet gekker worden. Dus eindelijk 3 punten, dat is lekker. Daar waren we echt aan toe. Ja, daar waren we zeker aan toe. Ja. Hey, maar die busreis, hoe lang hebben we dat over gedaan? Ik heb het in het verleden wel eens meegemaakt met Scheveningen. 2,5 uur en dan elke keer verliezen terug. En nu maak ik het een keer mee dat we lekker winnen toe gaan uit zo'n uithoekie. Dus we gaan een paar sabrerootjes halen. Gaan we lekker zapen. Ja, helemaal lekker. Ja. Hey Wes, je doelpunt, hoe ging die? Nou ja, ik loop goed vrij. En ik kop. En, met mijn ogen dicht kan je nagaan. Hey. En dan gaat er nog in ook. Voor jou, Fiero Wendy en een beetje uit de kluts. Maar ja, we kwamen gelukkig deze keer 1-0 voor. Brengt een beetje rust. En daarna kwam er weer de 1-1 natuurlijk. Dat is bij ons standaard lijkt wel. Nou ja, en toen weer een beetje onrust. Maar de tweede helft pakken we het eigenlijk weer een beetje vanouds op. Vanouds. We winnen elk duel. Lekker fel, weet je, weer een beetje. Je ziet het, 2-1. Schitterend doelpunt, hè? Lekker 3 punten, man. Ja, top. Dat is top. Robin, die zat niet lekker in zijn wedstrijd. Hij is wel sterk aan de bal, maar je zag gewoon een opluchting bij me ook. Eigenlijk wel bij iedereen. Dit hadden we gewoon nodig, joh. We werken er eigenlijk wel hard voor, al lijkt dat niet zo, weet je. Je ziet het zondags niet echt vaak terug. Maar op de trainingen werken we toch wel hard. En als je toch in zo'n hoekje zit, dan is het wel echt een compliment naar de jongens toe. Ja, over hard werken gesproken. Ja. In december
Ben je geopereerd? Ja. Je hebt hard gewerkt. Ja, nou wij samen hebben hard gewerkt. Daar ben ik heel erg dankbaar voor nog. Ja, ik ben 32, ik wou graag nog een jaar. Ik zeg, ik hou het even bij een jaar. Wou ik nog graag voetballen, want als je 3/4 jaar langs de kant staat en je bent toch voetballer van hart en nieren, wil je graag voetballen. En je weet zelf hoe hard we daarvoor getraind hebben. Soms met tranen in mijn ogen. Nou, vandaag had ik ook heel veel pijn. Maar ja, het voetballen blijft gewoon een leuk spelletje en dat laat de pret gewoon niet drukken. Dus, ja, we gaan even genieten nou. Ja. Ik denk dat we samen op zoek gaan naar een paar mosseltjes. Ja, nou, die hebben wij al gevonden, dus tot ziens thuis. Zodat RKAVV nooit verloren zal gaan.